Ik heb echt geen bal aangeraakt in, wat zal het zijn, echt 3, 4 maanden of zo. Ik heb het voetballen helemaal niet gemist. En dat geeft ook wel aan dat ik nodig had om daar even helemaal los van te komen. Het had een bijzonder IWS van Loes Geurts. Ze stopte maandenlang met voetballen, begon weer en gaat nu met Oranje naar het WK. Een hand van jouw foto's zorgen we met haar waarom op haar rie. Ja, gouden EK natuurlijk. Beker, staan met z'n drietjes, het keepersteam. Wel een mooi moment. Wel van genoten ook. We waren met z'n drietjes wel een sterk team. En Angela en ik hebben alles aan gedaan om Sari zo goed mogelijk voor te bereiden voor alle wedstrijden. En om er allebei te staan mocht het nodig zijn. Nou, dat was niet nodig, maar wel een mooie foto voor onze gezamenlijke prestatie ook. Maar wie slot wel de keeper? Ja, het was toch uiteindelijk Sari's toernooi inderdaad. Dat was ook best wel moeilijk, ja. Zeker na de wedstrijden. Echt de rondom de wedstrijden heb ik wel van genoten. En was ik er ook klaar voor om in te vallen. Maar ja, na de wedstrijden was het echt wel weer moeilijk. Want je hebt niet echt een bijdrage geleverd voor jouw gevoel. Je hoort er toch niet echt bij. Mm-hmm. Ja, de tranen. Veel emoties. Allereerst van blijdschap, omdat we het gehaald hadden en dat we zo'n goede prestatie hadden neergezet. Maar ook wel heel veel van opluchting. Dat het toernooi voorbij was, dat ik niet meer professioneel hoefde te zijn, dat ik niet meer hoefde te spelen, de goede teamspeler hoefde te spelen. Dus ik was ook eigenlijk heel blij dat het voorbij was en dat ik eindelijk ook mijn emoties kon laten gaan. En dat ik vrij was. Want toen wist het al van, ik hou je mij op. Ja, ik heb voor het toernooi al aan Sarina aangegeven dat ik zou stoppen. Ja. Ja, mooi hè. Ja, een mooie reis gemaakt met mijn moeder. Dat hadden we al een aantal jaren op de planning. Dat kwam er natuurlijk nooit van, want ik had nooit tijd. Dus dat was het ideale moment om met haar op reis te gaan. Eigenlijk bijna geen moment aan voetbal denken, maar alleen maar met andere dingen bezig zijn, zoals familie en de relatie met mijn moeder. Ik had echt even nodig om daar even helemaal niet meer mee bezig te zijn. Ik had er ook helemaal geen behoefte aan. Ik miste het totaal niet. Ik heb echt geen bal aangeraakt in, wat zal het zijn, echt 3, 4 maanden of zo. Dat geeft ook wel aan dat ik nodig had om daar even helemaal los van te komen. En daardoor dus ja, een soort van de batterij opladen, noem ik het de hele tijd. Om uiteindelijk toch weer het op te pakken, ja. Ja, dit was gisteren. Mooie foto's dit. Toen er met Jackie over. Vond hem ook heel veel blijdschap. Ja, mooi. Is toch, ik vind het zo leuk om 4 wedstrijden gespeeld te hebben. En ja, er weer helemaal bij te horen, zeg maar. Ja, dat is toch wel een gevoel wat ik de afgelopen jaren, voordat ik stopte, wel miste. Dus echt, dat we gewoon naar het WK gaan weer. En dat ik daar een mooie bijdrage aan heb geleverd. Dat voelt heel goed. In hoeverre stier er een oren, Loes Geurts, op een goal als een Ierlien? Ja, best wel heel anders. Ja, ik voel me zoveel rustiger. Ik heb er zoveel plezier in en ik doe wat ik kan. En ik probeer er elke dag alles uit te halen. Wat ik eerder al gezegd heb is, als ik alles eruit haal en als ik alles doe wat ik kan, dan kan ik tevreden zijn met mijn prestatie. Ik wil graag presteren en ik moet niet meer. En die rust en die vrijheid om gewoon lekker te voetballen en minder druk om mezelf te leggen, dat pakt heel goed uit.